Een goede tegemoetkoming zou zijn dat de regering ondernemers ondersteunt op het gebied van invoerrechten, zegt ondernemer Jamal Jansen. We spraken hem over het effect dat de huidige economische situatie heeft op vooral jonge ondernemers. Jansen is van mening dat de onstabiele koers in grote mate zorgt voor onzekerheid. Los van het laten halen, de kosten die je hier bij moet betalen voor de inklaring, voor de invoerrechten en dergelijke, die lopen allemaal nog op. En met de koers die constant stijgt, maak je een berekening voor zo'n bedrag. Uiteindelijk betaal je zo'n bedrag. Dus als er bijvoorbeeld tenminste voor zulke dingen een marge kan komen, bijvoorbeeld van voor ondernemers die x aantal producten laten halen, is er zo'n koers of iets dergelijks. Of invoerrechten vrij, of dit vrij, of dat vrij. Of tenminste via één bepaalde inklaarder die zegt van oké, kijk, normaal bedrag is dit, maar de ondernemers betalen zo'n bedrag. Denk ik dat dat voor een korte tijd een beetje beter zal werken. De ondernemer stelt dat het beleid van de regering te wensen overlaat. Om onder andere deze reden hebben de meeste jonge ondernemers hun bedrijven moeten sluiten. Alle richtlijnen hoe het land draait en zelf komt van de regering uit. Dus eigenlijk de grootste blame, kan je zeggen, ligt inderdaad bij de regering. Hoe het beleid die ze moeten uitstippelen eigenlijk voor de ondernemers. Dat eigenlijk is nog niet zo ver of niet zo best aangepakt. Maar voor de bedrijven die eigenlijk in valuta moeten betalen, is het heel moeilijk om aan de valuta te komen. Waarbij ze graag in SRD's betalen, maar op de duur worden 1 op 30 bijvoorbeeld, wordt dat ook zelf veel voor ze. Waarbij je heel veel bedrijven krijgt tegenwoordig die afzeggen van de marketing of een andere methode willen zoeken of hun budget verminderen of dergelijke. En budget verminderen is minder promotie, waarbij automatisch het ook gaat aan je sales. Dus het is een hele kring eigenlijk van verbanden die eigenlijk door eigenlijk de prijsfluctueringen en de stijgende koersen te maken hebben. Desondanks vindt Jansen het belangrijk dat vooral jonge ondernemers blijven doorgaan met hetgeen ze doen. Het volledige interview is morgen om 5 uur te bekijken in ons programma In Gesprek Met.